Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lezen graveren. Vandaag gaan we iets doen wat we al heel vaak gedaan hebben en toch gaat het anders zijn. We gaan namelijk simpelweg een witte badkamertegel laseren. Je zult zeggen dat hebben we toch al heel vaak gedaan? Ja, dat klopt. Alleen, daarbij hadden we steeds alleen de mogelijkheid om iets in zwart of in wit te doen, zeg maar. Dus we hebben technieken gebruikt als zeg maar de badkamertegel wit schilderen, wit spuiten, dat vervolgens weglezen en dan de verf verwijderen. Dan kreeg je een chemische reactie waarbij het glazuur van de tegel aangetast wordt en je dus een afdruk krijgt in het zwart op de tegel. Optie 2 was de tegel eerst wit schilderen. Dan zwart schilderen en dan simpelweg een foto eroverheen laseren. Heel mooi overigens, prachtige resultaten. Zeer de moeite waard. Dat hebben we ook nog gedaan met cartoons. Dus zeg maar een foto omgezet naar een cartoon. En wat we ook nog gedaan hebben, is zo'nzelfde tegel als dat we net gezien hebben. Eerst laseren, dan zorgen dat die op exact dezelfde plek komt te liggen. En dan vervolgens met poedercoatpoeder eroverheen, nog een keer eroverheen lezen, zodat je een gekleurde tegel krijgt door de poedercoatpoeder. Is er dan geen andere optie? Jawel, die is er. Ik zeg niet dat het makkelijk is. En ik heb daar nu ook wel iets nieuws voor aangeschaft, zeg maar. Niet duur, heel goedkoop, dus ik weet niet of het echt goed gaat werken. Gaan we zien. Ja? Je kunt namelijk zo'n tegel gewoon laseren zonder dat er een medium op zit. Zonder dat er witte verf of zwarte verf of poedercoatpoeder, dat is een matter. Gewoon simpelweg laseren. Wel met een hoge power, zodat je wel degelijk de glazuur aantast. En dan aan het eind, dan ga je met watervaste marker eroverheen. En zo kan je meer kleuren aanbrengen natuurlijk. Moeten we wel, als dat gedroogd is, het restant van die marker met alcohol verwijderen. Nou, dat procedé, dat gaan we vandaag bekijken. Ik wens je alvast heel veel plezier bij het maken, of bij het kijken, niet bij het maken, ja ook bij het maken natuurlijk, maar bij het kijken van deze video, waar we dus een witte tegel gaan proberen te voorzien van kleur en dat op de manier zoals een laser dat doet. Ja, je kan erop gaan tekenen met zo'n marker, maar dan krijg je nooit zo'n mooie tekening als dat een laser weergeeft. Ja, natuurlijk zijn er die mensen die kunnen fantastisch tekenen. Ik niet. Ik doe het dus met de laser. Ga proberen om met die markers er iets moois neer te zetten. Alvast heel veel plezier. Zo, de tegel is uitgelijnd. En wat we gaan doen is 800 mm per minuut. 90% power, maar dan wel op deze 10 watt laser. Dus als u een andere laser heeft met een andere wattage, moet u uit gaan vinden wat voor uw settings daarop zijn. Dit zou eigenlijk goed moeten gaan, maar zeker weten doe ik het nooit. Dus we gaan het proberen. We gaan starten met deze laseractie en dan daarna zien dat we het gaan inkleuren. Goed. We zien hier het resultaat. De tegel die je gebruikt maakt uit. Ik heb hier een tegel gebruikt, die is relatief dof. Is komt ook uit de sublimatie techniek. Zou je een tegel gebruiken die heel erg glanzend is, dan kan het best wel eens zijn dat zeg maar, de glazuur zo hard is, dat je de snelheid heel erg omlaag moet gooien en de power heel erg omhoog en dan kijken of het werkt. Wat we nu gaan doen, we gaan met 12 verschillende kleuren, het zijn 12 afbeeldingen, gaan we inkleuren. En dat gaat als volgt. Eigenlijk bloedsimpel natuurlijk. Elke afbeelding zijn eigen kleurtje. Zo, dat is de eerste. En zo gaan we ze allemaal doen. Even kijken of ik de kleurtjes ook weer goed in het hoesje krijg. Ik doe bewust een beetje gelijke kleuren niet in naast elkaar. Die doe ik een beetje uit elkaar. En je ziet dat ik zeg maar gewoon de hele afbeelding doe. En dat komt omdat het niet uitmaakt. Ik ga namelijk straks datgene wat te veel is, ga ik weer
wegpoetsen. We moeten het laten drogen. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Ik kan het wel inkleuren. Maar daarna moet ik even wachten tot het gedroogd is voordat ik de restanten kan verwijderen. En voordat we het eindresultaat kunnen gaan zien. Nou, tot zover. Even dit stukje video. Ik ga de andere inkleuren en dan zien we straks verder. Ingekleurd zijn ze. Nu laten drogen en dan straks met alcohol schoonmaken. Maar dat gaan we zien zodra dit droog is. Zo, ze zijn droog. Wat nu rest is het schoonmaken met alcohol. Daarvoor pakken we een doek. Spuiten daar isopropanol, oftewel alcohol op. Dit is 99% alcohol. Gebruik ik ook heel veel voor mijn 3D-printer, dus. En dan gaan we dat schoonpoetsen. Natuurlijk alleen datgene wat schoongepoetst moet worden. En als het goed is, blijft in de groeven nu de kleur achter. En dat zien we dan ook. En voilà, lieve mensen. Even draaien naar de camera. We hebben onze tegel in weten te kleuren met allerlei verschillende kleurtjes. Met een, een viltstift die tegen vloeistoffen kan. Ik hoop dat je het leuk vond. Op deze manier kun je toch ook met laseren kleur aanbrengen. En dat eigenlijk op een hele simpele manier. Tot de volgende keer. Dag.